Je kent het vast wel, je wordt genokt en iemand komt naast je staan en doet take the L. Extreem toxic natuurlijk, maar hoe kun je die spelers nou terugpakken? Nou, ik heb een lijstje voor jullie met allemaal toxic emotes die je kunt gebruiken. In totaal 10 stuks. Dus ja, ik denk dat je wel wat aan deze video gaat hebben. Het is niet zo dat dit een top 10 is. Het is namelijk gewoon allemaal random door elkaar heen gegooid. Maar het zijn echt 10 hele goede emotes die extreem toxic zijn. Ja, zoals jullie weten, ik hou van toxic emotes. Ik gebruik ze ook bijna allemaal. Sterker nog, ik heb ze ook allemaal. Ik ga ook eventjes vertellen over de emotes, hoe je ze precies kunt krijgen. Oftewel, het gaat gewoon weer een dikke video worden. Als jullie misschien alvast op het duimpje omhoog willen rammen, dat zou super erg helpen natuurlijk bij dit soort video's. Abonneren op dit kanaal kan hier beneden om niks meer te missen over Fortnite. En je kunt ons supporten in de itemshop. De code te veel gevraagd. 5% van je aankopen gaat onze kant op. Ja, laten we gewoon eventjes bij de eerste beginnen, denk ik. Namelijk, op nummer 10 heb ik een leuke staan. Dit is namelijk de 200 IQ emote. En deze emote kon je krijgen in de Battle Pass van Season 3, Chapter 1. Je moest tier 74 halen en dan kreeg je deze emote. Maar ja, het is extreem toxic als je deze doet. Tenminste, in bepaalde momenten. Stel, iemand komt in jouw box en jij kilt hem. En je doet de hele tijd voor zijn neus de 200 IQ emote. Dan weet hij ook van ja, dit is sarcastisch bedoeld. Hij vindt me gewoon echt super dom. En ja, dat was hij dan ook geweest, omdat hij dood is gegaan. Dus ja, deze kun je extreem sarcastisch gebruiken. En dat maakt hem zo leuk. Dus stel je hebt deze. Deze kun je echt zeker weten gebruiken om lekker toxic te doen. Laten we doorgaan naar nummer 9. En op nummer 9 heb ik weer een emote staan. En dit is de clown emote. Deze kon je krijgen in de Battle Pass van Season 6, Chapter 1. En je moest hierbij tier 94 behalen. En deze is ook weer zo mooi. Ik bedoel, hiermee laat je weten dat je de tegenstander totaal niet serieus neemt. Je vindt hem eigenlijk een clown. Vandaar doe je ook de emote natuurlijk voor zijn neus. Dit kun je ook doen wanneer hij jou ziet staan. Stel, je staat beide achter zo'n schuine ramp en je ziet elkaar staan. En je kun je die clown emote gooien. Moet je niet doodgaan daarna. Dat zal een klein beetje awkward zijn. Want ik denk dat hij dan jou uitlacht. Maar de clown emote is zeker weer te leuk om iemand een klein beetje te vernederen. Ja, het is extreem toxic. Dus ja, laten we doorgaan naar nummer 8 alweer. Ja, op nummer 8. We komen hier aan bij eentje die... Ja, die is zo toxic. Ik gebruik hem regelmatig. Het is namelijk de Cluckstrut emote. Deze emote, eventjes wat informatie hierover, kon je krijgen in de Battle Pass van Season 9, Chapter 1, op tier 31. En ja, deze is zo toxic. Ik bedoel, als je deze doet, daarmee laat je ook weer weten dat je de tegenstander niet serieus neemt. Dat je ze gewoon zo slecht als een kip vindt eigenlijk. Ja, ik vind hem grappig om te doen. Zeker weten. Gewoon eventjes tussendoor. Je kunt hier ook mee lopen, dus dat maakt hem ook wel leuk. Dus ja, je kunt grappige dingen hiermee doen. Goed, laten we doorgaan naar nummer 7. En op nummer 7 staat de popcorn emote. En ja, dit is ook weer een Battle Pass emote. Het valt me op dat heel erg veel toxic dansjes in de Battle Pass zitten. Maar goed, deze kon je krijgen in Season 4, Chapter 1. Bij tier 31. Maar ja, als je deze doet, ja, wanneer je iemand hebt gekild... Ook daarmee laat je natuurlijk weer weten dat je het gewoon extreem makkelijk vond. Gewoon extreem makkelijk. Dat je je op je gemakje voelt. Dat je gewoon lekker popcorn loopt te eten voor zijn neus. Ja, dat is natuurlijk wel extreem zuur als dat bij jou gebeurt. Maar als je dat bij iemand anders kan doen, dan is het zeker weten grappig. Dus ik zou zeggen, gebruik deze emote. Heel erg leuk om te gebruiken. Laten we doorgaan naar nummer 5 alweer. Ik bedoel natuurlijk nummer 6. Maar op nummer 6 staat de sad trombone. En ja, deze is heel erg lullig om te doen. Voornamelijk wanneer iemand probeert een hele mooie play op jou te maken. En hij faalt. En dat jij die emote doet. Dat is wel extreem lullig natuurlijk. Maar zeker weten wel grappig. Hoe kom je trouwens aan deze emote? Misschien wel grappig om te weten. Weer een Battle Pass. Jawel, namelijk. Je moest de Season 9 Battle Pass kopen van Chapter 1. En je moest tier 46 behalen. Dan kreeg je deze emote. Ja, ik denk dat veel wel om hebben. En ik zal hem zeker weten gebruiken om toxic te doen. Want ja, deze is gewoon grappig om te doen. Laten we doorgaan nu naar nummer 5. En dit is misschien wel een van de beste en de meest underrated toxic emotes. Het is namelijk de Tomato Toy. En ja, ook deze weer kon je in de Battle Pass krijgen. Dit keer de Battle Pass van Season 6, Chapter 1. Je moest tier 28 behalen. En ja, het is toxic als je
deze op iemand gooit. Wanneer die knock ligt en je gooit die tomaat de hele tijd op zijn kop. Ja, dat is lullig. En het is al helemaal toxic en echt hondsbrutaal als jij dit gooit op iemand wanneer die gek nog levend is. Dus stel je piekt over iets heen, je gooit die tomaat naar hem toe. Ja, dat is echt heel erg brutaal en gewoon enorm toxic. Dan moet je er wel zeker van zijn dat je hem killt. Want ja, wanneer je doodgaat en je doet een toxic dansje, dan... Ja, dan sta je gewoon verschut. Dus dat wil je natuurlijk niet. Maar de tomato toy is leuk om te doen en... Ja, nogmaals, extreem toxic, zoals letterlijk alle anderen. Laten we doorgaan naar nummer 4. Ja, op nummer 4 heb ik ook een leuke staan, hoor. Het is namelijk de slow clap emote. En dit is eindelijk een emote die niet in de Battle Pass zat. Namelijk, het is gewoon een item shop emote. Je kunt hem kopen voor 200 V-bucks. En deze is ook weer grappig om te doen wanneer iemand doodgaat door iets doms. En dat jij rustig gaat klappen, weet je wel. Ja, dat is gewoon mooi. Dat is gewoon leuk. En deze klap is ook behoorlijk luid. Dus je hoort hem echt door de hele map heen. Ja, tenminste in de boxfight. En ja, dat maakt hem gewoon extra leuk. Dus het is een simpele emote. Dat zeker weten. Ook niet al te duur. 204 bucks. Maar wel extreem toxic. Laten we doorgaan naar nummer 3. En ja, op nummer 3 staat ook weer een leuk hoor. Ik denk dat veel mensen deze wel hebben. Het is namelijk die Take the Elf emote. Jawel, deze emote. Deze kon je krijgen door middel van challenges tijdens kerst volgens mij. Daar. Nou, in ieder geval kun je niet meer krijgen. Maar ja, het is wel een leuke. Het is natuurlijk een variant van de Take the L. Komen we zo meteen nog op terug. Maar in ieder geval, ja, deze is ook wel erg als je deze doet hoor. Gewoon eventjes laten weten dat de ander een loser is door middel van deze emote. Nou, eigenlijk een elf. Je laat weten dat hij een elf is. Maar dat is toch... Nee, laat maar. Oké, laten we doorgaan naar nummer 2. En ja, op nummer 2 staat persoonlijk een van mijn favorieten. Namelijk de Laugh It Up. En ja, je kunt wel zeggen, dit is een van de meest toxic dansjes ooit, denk ik. Dit is gelukkig, voor jullie dan in ieder geval, als je hem nog niet hebt, een item shop emote. Deze kun je gewoon krijgen in de item shop voor 500 V-bucks. Maar oh, wat is deze toxic. Deze is zo luid, maar zo extreem toxic. Ik bedoel, je lacht iemand letterlijk uit wanneer die bijvoorbeeld dood is. Je lacht hem gewoon keihard uit. Ik zelf doe deze eigenlijk altijd wanneer ik iemand heb gekild. Of ja, altijd. Gewoon meestal, weet je wel. En het is al helemaal brutaal en toxic wanneer je deze doet. Wanneer iemand bijvoorbeeld zijn schot mist. Dus wanneer iemand mist zijn shotty, dan moet je deze eens doen. Dan wordt die andere zo mad. En ja, dat is wel geinig aan de ene kant. Ja. Meer heb ik er niet over te zeggen. Laten we doorgaan naar nummer 1. En ja, op nummer 1 staat de Take the L emote. Ik zei net dat ik er nog op terug zou komen. Inderdaad, ja, Take the L. Deze kon je natuurlijk krijgen tijdens Season 3, Chapter 1. Op tier 31 van de Battle Pass. Jawel, dus kun je niet meer krijgen. Maar als je hem hebt... Dan heb je geluk. Het is volgens mij ondertussen best wel een OG dansje geworden. Want ja, dat is 10 seasons geleden. Maar ja, de Take the L emote. Extreem toxic. Want ja, hiermee laat je echt weten... De ander is een loser. Ja, gewoon die L staat voor loser. Je hebt het niet alleen in Fortnite gezien. Ik zag het volgens mij ook in voetbalwedstrijden. Dat mensen het gingen doen wanneer ze een goal hadden gescoord. Mensen deden het overal. Take the L took over the world. Nou, dat is een beetje overdreven. Maar in ieder geval Take the L... Jullie snappen wel waarom die toxic is. Daar hoef ik niet verder op in te gaan. Dit was letterlijk het lijstje met de meest toxic emotes. In totaal 10 stuks dus. Ja, die je zeker weten kunt gebruiken om lekker toxic te zijn. Ik zelf, ja, ik gebruik ze allemaal wel. Ik vind het gewoon grappig om toxic te zijn, maar... Ja, ik snap ook waarom je het misschien niet zou gebruiken. I don't know. En je moet het natuurlijk helemaal zelf weten. Maar dit is wel een handig lijstje als je een keertje toxic moet doen. Dames en heren, dit was het einde van de video. Ik hoop dat jullie allemaal hebben genoten van deze... Ja, nou, het was geen top 10, maar gewoon dit lijstje. Vonden jullie het super tof? Smash dan natuurlijk eventjes op het duimpje omhoog. Dat zou super erg helpen. Abonneren op dit kanaal kan hier beneden. En je kunt ons supporten in de item shop met de code teveelgevraagd. 5% van je aankopen gaat onze kant op. Dames en heren, bedankt voor het kijken. Tot de volgende. En laat nog eventjes in de reactie weten. Misschien heb jij een tof video idee. Dames en heren, bedankt. Peace out.